Verder in Hilversum-Zuid, aan een druk verkeersplein, staat de grote Veronica-villa, waar bijna alle programma's van tevoren worden opgenomen. Pal onder het dak de studio's, waar Tineke 's middags om 16:30 koffietijd op de band zet. Dan wens ik jullie natuurlijk allemaal een hele goede morgen toe. En dat doe ik dan ook vandaag naar Jos. En die andere meneren die een heleboel enge apparatuur hebben meegenomen. Voor mij tenminste onbekend. En erg warme lampen. Maar ik zal u straks vertellen wat het allemaal betekent. Eerst de blad. Dit is de Rob Hoekengroep. En het nummer Getting High. Tineke Vos, Veronica discjockey met de langste staat van dienst. Hoe is het begonnen? Hoe is het begonnen? Dat wil iedereen altijd zo graag weten. Nou, ik was 18 en ik had een blauwe maandag bij de krant gewerkt. En ik was ordentelijk telefoniste met een baas die mij ook brieven liet schrijven. Wat ik niet zo leuk vond eigenlijk. En toen had ik daar genoeg van op een gegeven ogenblik. En die ging, tussen de middag ging ik in het dorp dus in Hilversum, boodschappen doen. En ik kom over de zeedijk. En daar waren allerlei mensen bezig met plakketjes op te plakken op ruiten. Van onze vroegere studio. En ik stond te kijken. Ik denk, er staan die mensen daar aan te slopen, die plakketjes op. Wat staat erop? Veronica. Toen dacht ik, oh, dat is dat schip. En wat ik van Veronica wist, was alleen maar uit de kranten. En toen dacht ik, hé, ik kan een beetje schrijven. En ik heb ooit eens een keertje een stemtest gedaan bij de AVRO. Ik bel aan en ik vraag of ze niemand nodig hebben. En toen deed daar een meisje open en toen zei ik, hebben jullie niemand nodig? En toen zei ze, zie je wel.